Hallo, mijn naam is Leroy en van harte welkom op mijn YouTube kanaal. En ik ga de open maandreading doen voor het sterrenbeeld Maagd. Herken jij je er nou in? Dat is het helemaal prima. Herken jij je er nou niet in? Dat is ook geen probleem. Vandaar natuurlijk dat het ook de open maandreading is. Deze loopt voor de hele maand maart. En rondom 1 april komen er weer nieuwe maandreadingen online te staan. Dus we gaan kijken voor jou maar, hoe gaat het met jou in deze tijd? In je gevoel, je ontwikkeling, je werk, je carrière, je relatie, je liefdesleven, wat dan ook. Dus de open maandreading voor het sterrenbeeld Maagd. Oké. Eerste kaart, Maagd. Waarschijnlijk voel je je niet zo heel erg lekker in jouw energie. Je krijgt namelijk de kaart van succes op zijn kop. Dus dat wil zeggen dat je het een en ander misschien bent aan het verwerken. En dat je bezig bent om het een en ander in jouw energie even extra om te willen draaien. En anders willen aanpakken voor jezelf. Dat kan. Ga er dan even mee door. Ga er dan even de extra de tijd en ruimte voor nemen voor jezelf. En financieel wij veranderingen maken, wij het een en ander manifesteren. Dus dan heb je het een en ander even te veel gedeeld en heb je nou zoiets van, ik hou het nou voor mezelf en ik ga dingen daarin ook draaien voor mijn eigen. Dus dat je je eigen kracht, je eigen energie op een andere manier bewust gaat laten zien en bewust gaat willen aanpakken voor jezelf, dat kan. De gehangene op zijn kop namelijk wil zeggen, je gaat je losmaken en je gaat juist even extra en bewust bepaalde situaties vanuit een andere richting te willen bekijken. En je krijgt daarin de keizerin. Dit kan staan voor de keizerin of de keizer. Kan ook staan voor uitbreiding voor het gezin, moederschap, vaderschap. Dat je hier graag een verandering wilt maken. En dat je zoiets hebt van, het moet nou maar even mij toe gaan komen, want ik heb wat te veel gedeeld of te veel voor anderen gedaan. En dat je dat heel duidelijk wilt veranderen en wilt gaan draaien in je energie. En daarin ook het een en ander anders in wilt gaan aanpakken voor jezelf maakt. Ga dat dan ook even ondernemen. Ga dat dan ook even extra doen. Geen probleem. En dan komen alle vormen in balans. Je bent natuurlijk een aardeteken, de munten. Dus er komt alles voor jezelf weer in balans. Waarvan jij jezelf dan ook weer helemaal sterk en krachtig gaat voelen op jezelf. Dat je denkt van, dit is het waarvoor ik het heb gedaan. Waarvoor ik het wilde ondernemen. En dan ben je ook uiteindelijk weer maagd tevreden voor de resultaten. Die je dan weer eruit hebt kunnen halen. En je hebt het gevoel misschien erbij of de gedachte van je mandje is een bepaalde vorm leeg. En die mag je dus zelf op je eigen manier, mag je deze dus weer meer gaan vullen. Ga misschien ook even extra naar buiten liggen of wat meer naar buiten om even extra even de aarde te gronden en je balans in meerdere stukken terug te gaan vinden. Zodat jij in meerdere vormen op een goede manier weer terug gaat komen in je eigen kracht en in je eigen energie maakt. Erg belangrijk. En dan krijg je de keizer in de kaarten, keizerrijk. Voel jij je weer tevreden? Misschien even extra verbinden ook met de aardetekens, dus maagd, steenbok, stier. Of vuurtekens, ram, leeuw, boogschutter. Dat deze mensen jou even een extra kracht en energie kunnen brengen. Waardoor jij dus ook op jouw manier sterker en beter gaat voelen. Dat je denkt van, nou goed, dit was het dan. Hier wilde ik het voor doen, hier wilde ik het voor ondernemen. En ja, je komt dan weer in de juiste vorm van een tevredenheid terecht. Misschien wil je in je werk een bepaalde afsluiting maken.
aan het nieuwe begin, een andere verbinding, dan is het daar de juiste tijd voor. Kan in je huidige baan zijn of in je eigen bedrijf. Dat je denkt van luister, ik moet daar veranderingen maken met mijn grenzen. Om mijn succes nou te gaan behalen. En dat ik ook met een prettig en een beter gevoel thuis gekomen met de juiste mensen om me heen. Of misschien meer vanuit huis werken op een andere manier. Oké, maakt. Laat het dan even op de juiste manier stromen. En durf er dan ook zeker het een en ander voor te ondernemen. En dan komt er, zoals ik het hier zie, uiteindelijk wel steeds meer balans uit voor jouw maagd. Dan laat je het oude los. Want waarschijnlijk is even jouw wereld ingestort in het verleden. Maar deze krijg je op zijn kop. Laat deze ook zo. Hier hoef je niet meer naar terug. Dit ligt achter je en dit mag je loslaten, maagd. Dus ga voor jouw eigen energie, voor je eigen kracht. Ga vooruit en onder op het dek. De hoge priesteraars aan het wet zeggen. Volg natuurlijk in alles heel goed je intuïtie en je gevoelens. En dan ga jij je uiteindelijk ook sterker en beter voelen. Oké, goed. Dan gaan we kijken voor de single maagd. Hoe staat het bij jou in de liefde? Sta je daarvoor open voor dit moment? Of heb je juist momenten erbij dat je denkt en voelt van, nou, ik vind het wel prima zo, ik heb er even geen behoefte aan. Of ben je juist misschien hartstikke verliefd geraakt en dan wil je graag weten of die persoon jou iets kan komen brengen. Of zit je nog in een afsluiting vanuit een oude energie. Maar die single is. Oké, goed. Single maagd. Oké, balans vind je belangrijk. Je wilt zeker veranderingen maken in je leven, ook voor de liefde, maar die moeten zeker dan ook voor dat moment harmonieus zijn. Het kan trouwens zijn dat je extra misschien gaat verbinden met een aardeteken. Dus maagd, stier, steenbok. Dat kan. Maar je zit ook met momenten erin om het oude even af te sluiten, op te ruimen. Je voelt je soms wat eenzaam en alleen en dat moet je gaan transformeren, maagd. Dus pak dat dan daarin ook extra anders aan voor jezelf. En ga het geloof ervoor terughalen in jezelf. Je hebt misschien een bepaalde energie aan de ontwikkeling, maar het geloof. Ga het dan meer laten stromen. Ga het dan meer laten spreken voor jezelf. En dan bouw je hem van daaruit maakt wel heel duidelijk anders op. Dat jij je uiteindelijk sterker en beter in die energie gaat voelen. Niet meer openstaan, mensen die klagen, mensen die zeuren, mensen die wat armoedig zijn. Daar heb je toch zoiets van, daar sluit ik me graag voor af, daar heb je geen behoefte meer aan en dan ben je niet meer naar terug. Dus je gaat zelfs keuzes maken voor die nieuwe vorm van liefde toe te laten in je leven. Om bepaalde oude contacten en energieën af te sluiten waar je niks meer mee kan. Maagd. Oké. Okay. En dan ga je in volle kracht, in jouw energie van vuur, wat je natuurlijk ook al in je draagt met momenten, ga je dan toch ervoor en ga je jezelf laten zien. En bevalt het je niet, ben je heel makkelijk, dan sluit je je geest en je gevoelens af en ga je op je eigen manier weer even verder en ga je even door. Zodat jij jezelf niet meer gaat verliezen en dat jij je in alle vormen maakt, goed blijft voelen en balans blijft voelen. En dat je daaruit steeds meer de energie gaat komen met wat je wilt. En dit kan echt wel ook een aardeteken zijn wat binnen wilt komen. Dus maagd, stier, steenbok. Hier staat zelfs de steenbok op. Dus heb daar vertrouwen in. Er wilt zeker liefde gaan binnenkomen. En probeer daarin ook voor open te staan aan het oude. Dus op de juiste manier los te laten. Ja, goed. Duidelijk voor de single maagd.
Dan gaan we kijken voor de maagd in een relatie. Ben je daar gelukkig in? Voel jij je verbonden? Of voel jij je juist alleen naar plezier van nou, ik ben alles hierin aan het regelen en aan het doen. En het stroomt niet op de juiste manier meer. Dat je denkt van nou goed, wat doen we er allemaal voor? Ik wil gaan afsluiten. Ook dat zou kunnen. Of zijn jullie inderdaad gewoon het complete setje, om het zo maar te zeggen. En dat jullie beiden zoiets hebben van in de gedachten en in de energie en gevoel van niks kan tussen ons komen. Maar in relatie. Maagd en relatie. Oké, voor dit moment maagd en relatie. Duidelijk ook grensbepalend bezig. Je hebt misschien wel even een bepaalde strijd gehad erin. Er even voor moeten vechten, maar je hebt het wel overwonnen. Maar je staat wel nog in een bepaalde houding. Om misschien wat in strijd te staan of een bepaalde krachtige energie voor jezelf vast te houden. Dat lijkt erop dat je nou meer mag gaan ontspannen. Want anders kan het zijn dat je een partner, man, vrouw dat minder leuk gaat vinden. En dat hij of zij zich dan meer gaat afsluiten. En dat je vrijwel echt alleen komt te staan maakt. Dus wees ook niet te sterk. Wees ook weer wat in de balans en wat in de rust. En dat je weet, het is goed. Misschien heb je even extra wat bescherming moeten bieden naar je gezin of kinderen of veranderingen. Je mag in ieder geval nou vertrouwen dat het succesvol is en dat je vooruit mag gaan. En het oude achter je mag laten wat je niet meer nodig hebt. En wetende van dat wat je al hebt gedaan, wat je hebt opgebouwd, dat het gewoon goede fundamenten zijn en dat deze succesvol zijn en waar je ook je vertrouwen in mag gaan houden. De matigheid, rust erin houden, maar je zit misschien wat in een te snelle energie. En als je te snel bezig bent, kan het ook zijn dat je je uiteindelijk aangevallen voelt of pijn gedaan voelt. Dan lig je hier op de grond met de zware in je rug. En dat moet je niet gaan toelaten, maar. Dus ben voorzichtig voor jezelf. En het kan zijn dat er nog wat duivelse mensen om jou heen zijn. Waar je even extra naar moet gaan kijken. Die je dus wel nog even moet gaan loslaten. Of je misschien denkt en voelt van in de relatie heeft dat te veel spanning of te veel negativiteit tussen ons. Maar ga op een andere manier je eigen vorm van kracht. En pak de dingen ook anders aan, maagd. Daar gaat het om. Oké. Ga daar even goed naar kijken. Want anders krijg je de kaart van de kluizenaar en kom je er vrijwel alleen voor te staan. En loop je in bepaalde dingen te veel vast. Wat je daarin niet nodig hebt, maagd. Dus wees echt wel duidelijk voor jezelf, wat voorzichtig voor jezelf en ga je relatie even extra aandacht geven. Maar vanuit liefde, vanuit warmte, niet vanuit een te harde energie of vanuit een te harde manier. Want dan kan het zijn dat het juist dat extra moeilijker maakt. En dat je daardoor ook steeds meer momenten dan uiteindelijk vast daarin gaat lopen. En dat moet je dus niet gaan toelaten. Dus ga daar even heel bewust goed naar kijken. En dan komt het wat ik hier zie, maar het komt het voor jou uiteindelijk wel goed en in orde met de liefde. Daar gaat het om. Oké. Duidelijk voor de maagd en een relatie. Dus er zijn best wel wat dingetjes waar je even aan moet werken, maar je kan dit, je komt hier doorheen. Goed, maar stel dan een duidelijke vraag voor jezelf. Daar neem ik dan een orakelkaart en dat is jouw antwoord. Dus maar stel je vraag.
voor de maagd. Het antwoord. Nou. Oké. Okay. Jouw antwoord, maagd, is tik-tak. En wat staat voor tijd? Tijd heb je zelf in handen. Tijd is aards. Tijd kan je doorbreken. Tijd kan je transformeren. Tijd kan je stopzetten. Tijd kan je vooruit duwen. Wat dan ook. Tijd nemen is denk ik het allerbelangrijkste. Tijd en de rust nemen om alles op de juiste manier te doen. En voor jezelf te denken, te snel is nooit goed. En je rust en je balans in alles te nemen. En dan kom je er ook op een goede manier uit voor jezelf maakt. Waardoor jij jezelf ook steeds sterker en beter dan gaat voelen. Oké, dus ga daar wat mee doen. Oké, mooi. Je kan het wel. Bedankt in ieder geval voor het kijken. En doe even een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En laat hieronder natuurlijk ook even een reactie achter. Vergeet je dan ook even niet te abonneren op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Tot een volgende keer. Hoi hoi.